welkom bij een nieuwe video. Vandaag een kleine tussendoor video, want zoals jullie waarschijnlijk allemaal al weten is de Celebrate Books box eindelijk uit. De eerste editie, dat is een fandom editie en ik zal hem even laten zien. Dit is de box. Ik heb hem al uitgepakt, ik heb nog niet alles bekeken, maar wel alvast wat. En het boek dat erin zit, daar ben ik zelfs gisteravond al in begonnen en ik kan je alvast vertellen dat hij echt geweldig is. Eigenlijk is het geen verrassing meer, dus ik heb dat zal nu dan niet meer zo zijn, want ik weet al wat erin zit. Maar ik ben wel heel enthousiast over wat er allemaal in zit. En het boek bewaar ik voor het laatst, ook al weten jullie waarschijnlijk al welk boek het is. Maar eerst gewoon de goodies. Nou, ik had hem natuurlijk zo open gemaakt. Oh ja, wat ik zo grappig vond, er zat piepschuim in, dat deze dingetjes erin zitten en dat Florine dus dacht dat het chips was. En nou ja, ze was best wel teleurgesteld dat het geen chips was volgens mij. Ja, het eerste dat erin zit is een kaart. Celebrate Books. Celebrate whenever you can. April 2016 is het dus fandom. En op het kaartje staat er al op wat er eigenlijk in zit. En op het moment dat ik zag welk boek het was, was ik gelijk van wow, dit boek wil ik zo graag hebben. Het is van een auteur waar ik echt gewoon ja, best wel heel erg fan van ben. Na het lezen van pas één boek, het tweede boek van haar, heb ik wel, maar ik heb nog niet gelezen. Maar ja, eigenlijk voel ik me best wel een fangirl. Dus ja, dat past bij het thema. Oh ja, en deel jouw unboxing met hashtag CelebrateBooks. En dan maak je ook kans op een gratis box. Maar die van jullie heb ik eigenlijk al besteld, box 2. En dan is het iets met de stars, reaching for the stars of zoiets. Dus de tweede box. En die gaat best wel snel, dus als jij ook als je deze box zeg maar gemist hebt, maar je wil wel graag de volgende box hebben, dan moet je die wel zo snel bestellen op celebratebooks.nl. Oké, nou, wat erin zit. Het eerste wat ik zie is van mymoviestuff.nl. Is een ketting. En oh, dat is Deathly Hallows van Harry Potter. Dus ik maak hem ook even open. Oh, wacht. Hoe doe je dat? Oh ja, ik ben heel goed in dingen openmaken, maar niet heus. Even kijken, dit eraf. Nou. Oh, hij is echt prachtig. Dit is ook echt een ketting die ik zou dragen. Ik vind het echt heel mooi. Echt prachtig teken. Ik denk wel dat ik hem, ja, ik moet hem wel open doen om te dragen, maar ik vind hem prachtig. Ja, daar ben ik echt heel erg blij mee. Oh, dit had ik trouwens nog niet gezien. Heel erg leuk. Van The Hunger Games Mockingjay Part 2 stickers. En dit is van Harry Potter en ik had het dus wel al gezien in de video van Florine, maar ja, ik snapte eerst niet precies wat het was. Maar hij maakte zijn muziekjes, dan moet ik deze ook eerst open krijgen. Volgens mij is het het liedje van, zeg maar dat hij in bad zit, Harry. Met het meisje, Myrtle of zoiets. Dat is wel ook weer een tijdje geleden dat ik het gezien heb, maar... Ja, dat is toch een liedje, of is dat een heel ander liedje? Nou ja, ik dacht dat het was. Maar wel heel leuk om in mijn boekenkast naast de Harry Potter boeken te zetten, denk ik. Ja, tof. Oh, dit vind ik ook echt heel erg leuk van Blossom Books. Sticky bookmarks. En dat zijn dingen die ik echt wel ga gebruiken. En ik denk niet... Misschien niet in een boek terwijl ik aan het lezen ben, want ja, ik doe gewoon geen dingetjes in een boek. Maar ik denk dat ik ze gewoon sowieso gewoon voor de leuk wel wil gebruiken. Er staat dus op, this quote, the feels, fangirl moment en OMG. Ja, misschien dat ik ze wel gewoon in boeken ga gebruiken. Ik weet het niet, maar het zou wel echt heel erg leuk zijn, hè. En dan ga ik verder, want eigenlijk ben ik nog niet echt verder geweest. Ik heb de rest van de dingen nog niet echt heel erg goed gezien. Even kijken hoor. Oh, wauw. Ja, hij is echt prachtig. Boekenlegger van De Kroon, van de Selectie trilogie. Het is een trilogie, het was ooit een trilogie en uiteindelijk zijn er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boeken. Ik heb ze allemaal, behalve de laatste, die moet natuurlijk uitkomen. En ik heb er nog geen één gelezen, maar oké. Okay. Maar deze boekenlegger ga ik zeker gebruiken als ik de Selectie trilogie ga lezen. Ik vind het heel erg mooi. Oh, en Celebrate Books heeft ook een eigen boekenlegger gemaakt. Oh, zo. Dat moet je zo doen. Ik zie dit altijd in beauty video's, maar... Ik zie geen verschil op het scherm, eerlijk gezegd. Celebrate Books zorgt voor een feestje op jouw deurmat. Voor €29,95, inclusief verzendkosten, dat is echt niet duur, ontvang je een box met daarin een boek en 3 tot 5 cadeaus. Iedere box heeft een thema en is verkrijgbaar in gelimiteerde oplagen. Ik kan wel zeggen, ja, je kan iedere box gewoon los bestellen, dus het is niet voor dat je aan een abonnement vast zit. Maar ja, ik wil wel gewoon elke box hebben, want... Het is zo, daarna kan je het echt niet meer bestellen. En je weet gewoon, ik weet nu al dat er elke keer een boek in zit dat ik echt wil hebben. Er zitten goodies in die echt leuk zijn. En zit er een keer wat in wat je minder leuk vindt, dan kun je altijd nog weggeven of een winactie van maken.
Dus ja, ik zou echt geen één box meer missen. Nou, dit is een flyer over de dwarsliggers. Altijd overal lezen. Het lijkt me aan de ene kant wel handig. Hier zie je bijvoorbeeld lekker aan het strand, hier in een hangmat. Zelfs terwijl je in weet je, openbaar vervoer zit. Eigenlijk best wel heel erg handig. Zo'n klein boekje in je hand. En ik vind het ook leuk, eerst waren het volgens mij alleen de boeken van Ambo Antos die als dwarsligger uitkwamen. En nu zijn dus ook echt de YA-titels krijgbaar als dwarsligger. Dus dat is wel echt heel tof. En als ik wat bestel bij moviestuff.nl, dan heb ik dus een kortingscode, die je nu natuurlijk niet ziet, maar heel tof. De webshop voor sieraden en meer, geïnspireerd op je favoriete films, series, games en boeken. Ik wist echt helemaal niet dat die webshop bestond. Wel heel erg leuk. Een mooie kaart van het boek van Random Riggs. Van de bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine, toch? Ja, zo heet het toch? Ja, mevrouw Peregrine. Ik heb alle drie de boeken. Nog steeds, ik vind die naam gewoon best wel, die titel best wel lastig. Het is een lange titel, dus. Maar, mooie kaart. Oh, en dit is echt prachtig. Ik weet, dat staat ook op het briefje trouwens, dat deze kaart ontworpen is door Emmy. Van Zon en Maan. En zij is grafisch ontwerpster. En ik vind het echt heel mooi gedaan. Dus heb je Camp Half-Blood, Hogwarts, District 12, Narnia, The Shire, Wonderland, Winterfell en de New York Institute. En ik vind het echt heel mooi. Deze ga ik ook echt in mijn kast ergens neerzetten. Misschien dus bij Zwarte Zonne staat hij zo onderaan en dan zie je het niet. Moet ik even een plekje verzoeken. Ik vind hem echt heel mooi. Goed gedaan, Emmy. En dit is natuurlijk ook tof. Dit is echt, nou nu zie je natuurlijk alleen de achterkant, dus het is wit. Maar een gelimiteerde of een echt een, ja, exclusieve kaart, zeg maar. De tekst die erop staat is: She took comfort in the soft occasional sound of turning pages. Lauren Kate Fallen. En dan, kijk, kijk, kijk. Met haar handtekening erop. Hoe tof is dat? Daar zouden we er ook een plekje voor gaan vinden. Ja, ik wil nu dus eigenlijk de doos dicht gaan doen. Maar nou, kijk jongens. Dit was het. Yay. We zullen straks even kijken waar ik al die piepschuim. Oh, gewoon in de prullenbak. Prullenbak, prullenbak. Maar natuurlijk heb ik jullie het allerbelangrijkste nog niet laten zien. En voor degenen die al weten welk boek het is, omdat je andere unboxing video's al hebt gezien of foto's op Instagram of wat dan ook. Nou, doe maar gewoon alsof je het voor de eerste keer ziet. Yay, wat geweldig. En voor iedereen die het nog niet heeft gezien. Tadaa! Carry On van Rainbow Rowell. Denk dat je het zo uitspreekt. En dit is echt gewoon, nou ja, eigenlijk maar één boek al een van mijn favoriete auteurs. Ik heb alleen van haar Fangirl gelezen. Dat boek mocht ik corrigeren. En toen had ik al eens van haar gehoord natuurlijk. En dat vond ik echt meteen geweldig. En zoals je ziet trouwens, de boekenlegger zit erin. Ik ben dus inderdaad al gisteravond begonnen. En ik heb al bijna 50 pagina's gelezen. En het is echt wow. Eleanor and Park heb ik wel in mijn boekenkast staan. Maar heb ik nog niet gelezen. Maar ik zat dus echt een hele erge leesdip. En ik kwam er maar niet uit. En toen kwam dit boek binnen, net op het juiste moment. En ook al is het echt een dik boek. Ik bedoel, het is 500 pagina's. Ik las de achterkant en ik denk, wow, ja, dit boek moet ik echt lezen. Ik weet zeker dat dit boek gewoon geweldig is. En toen begon ik en toen wist ik al, dit boek haalt me echt officieel uit mijn leesdip. En hierna ga ik echt alleen nog maar boeken lezen van, ik weet, die ga ik geweldig vinden voorlopig dan. Want ik wil niet zeg maar iedere keer weer opnieuw in een leesdip komen. Maar jee, het is dus echt gewoon Carry On. En hij is nog volgens mij nog niet te koop. En ik zag wel dat in juli alweer een nieuw boek van haar uitkomt. In Nederland trouwens. Want Thijs van der Bol bij de Nederlandse editie is. En nou, hieronder staat dan de opkomst en ondergang van Simon Snow. En Simon Snow ken je misschien wel als een personage die al in Fangirl voorkwam. En dit is zeg maar, ik zal nog niet te veel over vertellen. Hij komt ook in de boekhal. En hij komt, er komt een recensievideo van. Ik had hiervoor ook al gezegd een paar keer van een paar boeken. Er komt een recensievideo van. Maar dat gaat niet lukken. Want ja, sommige boeken, dat zal door mijn leesdip komen. En door te weinig tijd kom ik gewoon eventjes niet zo goed doorheen. Dus ik moet het boek echt fantastisch vinden. Wil ik hem uit kunnen lezen. En dan komt er dus een recensievideo. Dus ik zal niet meer zo snel zeggen, nu komt er een recensievideo. Maar dit boek, bedoel, ja, daar komt echt wel een recensievideo van. Want ik weet zeker dat het 5 sterren gaat worden. En ik wil elke dag gewoon echt minimaal 50 pagina's lezen. Om er gewoon echt erin te blijven. Anyway. Dit is dus de Celebrate Books box. Ja. Deel 1 fandom en deel 2 is iets met stars, reaching for the stars. Wacht, ik ga het even nakijken. Oh ja, reaching for the stars inderdaad. En ik zou zeggen, je moet echt deze box hebben. Het is zeg maar de Nederlandse
variant van de Owl Crate boxen. En die is natuurlijk heel erg populair. Die zie je ook bij elke Engelse Amerikaanse boekblogger of booktuber voorbij komen. En ik vind dit echt een waanzinnig leuk initiatief. Ja, ik ben er echt heel enthousiast over en ik wil gewoon elke box hebben. En als het kan dat je een abonnement op moet nemen, dan neem ik ook gewoon een abonnement op. Want weet je, de oplages zijn gelimiteerd, dus het kan ook zijn dat je net misgrijpt. Dus, en ik had niet eens door dat box 2 al te bestellen was. Ik zag het gelukkig op Twitter voorbij komen. Dus dat heb ik echt als een speer gedaan. Maar ik raad het dus iedereen aan, de Celebrate Books box. En ja, dus nu kun je al box 2 bestellen. En dat zou ik zeker doen, want ik weet zeker dat die minstens net zo leuk is. En die box komt in juli. Celebrate Books, yay! Ik ben helemaal enthousiast, het is echt helemaal geweldig. Nou, dus oké. Okay. En ik ga straks weer verder met het boek. Oh nee, straks kan het niet, want ik moet eerst nog werken. Maar en daarna ga ik wat drinken en ja. Dus ik ga dan... Maar morgen kan ook niet. Oh. Kijk, dat is waardoor ik iedere keer in een leesdip kom. Doordat ik gewoon geen tijd heb om te lezen. Maar ik wil gewoon proberen zoveel mogelijk tussendoor een stukje te lezen. Want het boek is echt zo leuk. Vond je deze video leuk? En vond je de Celebrate Books Box deel 1 leuk, fandom? Geef dan een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. We hebben de 200 abonnees al bereikt. Heel erg bedankt daarvoor. Ik ga daarvoor nog een verlozingsvideo opnemen, zoals beloofd. En dan krijgen jullie te horen wat jullie moeten doen om een... Nou, boekenpakketje te winnen, want ik ga dus boekenpakketjes weggeven. Het is maar eentje natuurlijk, hè. Je mag kiezen welk pakket je dan wilt hebben. Maar dat zie je dus in een andere video. Dus abonneer je, zorg ervoor dat je meedingt voor alle winacties eigenlijk die ik doe, want er komen er nog veel meer. En volg me op Snapchat en op Instagram, Twitter en Facebook. En ik zal hieronder nog eventjes een linkje zetten van de Celebrate Books website. Dan kun je die opzoeken om de tweede box te bestellen. En ik zie jullie binnenkort weer. Doei doei!